Deze beschouwing, die wordt heel leuk. Die gaat over ons geldsysteem. En daar heb ik, over dat geldsysteem, daar heb ik heel lang over nagedacht. En bij mij is het kwartje gevallen toen ik dit jaar een stuk moest schrijven voor de Arnhemse Lets. En van de, ik ga even zo dadelijk uitleggen wat die les precies is, maar ik was daar voorzitter. Een baantje dat mij in de schoenen werd geschoven door, nou, dat was de moeder van mijn kind die dat even had geregeld, zo en passant. Van, oh, dat doet Perry wel. Jarenlang ben ik daar de voorzitter geweest. En ik kan heel goed vergaderingen voorzitten en ik ben een rustige jongen en ik heb altijd een schone onderbroek aan, een schone sokken. Kortom, een perfecte voorzitter. Kan goed luisteren en kan heel snel nadenken. Ja. Dus ik ben een prima voorzitter, dat is verder geen punt. Maar door mijn contacten met die Lets, en ook op landelijk niveau, ben ik ook bezig geweest. Samen met Remco, trompetter. Intelligente jongen, by the way. Nou, en wat is Lets nou? Lets is een, het is een afkorting. En dat betekent Local Exchange Trading System. Het is een, je kan zeggen, een ruilhandelsysteem. Waarbij niet echt goederen tegen goederen worden geruild of diensten tegen diensten. Maar goederen of diensten die worden geruild tegen, ja, een fictieve eenheid. Ik pak even een kopje thee erbij. Het is een heel aardig systeem. Je hebt er dus geen euro's voor nodig om iets voor een, er hoeven geen euro's in de gemeenschap te zijn, zodanig dat jij een vergoeding krijgt voor iets wat je voor een ander doet. Dus ook als de euro's op zijn en niemand heeft geen euro's meer, dan kan je nog steeds iets voor een ander doen. Dus een dienst leveren of goederen. Hè? En dan krijg je daar een, ja, noem het maar een virtuele, in punten, hè? Krijg je daar een vergoeding voor. Je kan dan zeggen, vrolijk gezegd, op papier. Dat doe je niet meer op papier. Maar toen ik bij de Arnhemse Lets kwam, toen ging dat wel degelijk op papier. Iedere lid kreeg een checkboekje. Heel grappig. En dat moest je invullen. Dus iemand had dan wat voor jou gedaan. En dan vulde je een check in. En dan moest je opzetten wie jij was, wie degene was die de check in ontvangst nam, de hoeveelheid punten en een handtekening en een datum. Zo. En dan zo'n ingevulde check die werd ingeleverd bij de centrale administratie. En die verwerkte dat in de computer, in spreadsheets. En dan kwam er een nieuwe lijst uit met Piet staat op 14 en Jolanda staat op min 3 of zo. En dan begint weer een nieuwe maand. Dat was hartstikke leuk. En toen ik erbij kwam, toen waren er iets van 80 leden hier in Arnhem. Dan hadden ze ook een boekje met advertenties. Dan kon je de spullen, ja, kopen. Voor die fictieve munteenheid. En die munteenheid die was gekalibreerd, dat is een mooi woord te gebruiken, als het uurloon voor een klusje. Dus bijvoorbeeld, je gaat bij iemand schoonmaken of zo. En dan kreeg je 8 knopen per uur. Nou, dat was dus een knoop waard. Een knoop was de eenheid waarin er gehandeld werd. Een leuk systeem, toch? En
Dat systeem hier in Arnhem is totaal op zijn gat gegaan. En er is nu, is er bijna niks meer van over. In Utrecht hadden ze een kring. Die draait nog, maar dat is het niet meer wat het geweest was. Die hadden ooit iets van 200 deelnemers. Amsterdam ook. Amsterdam was een hele grote club. Hoe het nou in Amsterdam gaat, weet ik niet. Maar het is allemaal een beetje weg. Is mijn idee hoor. Het heeft zich niet doorgezet. Snap je? En de grap is dat als ik kijk naar Arnhem. Ik heb er een stuk over geschreven. En als je dat interessant vindt. Dan, dan moet je even naar de Facebook gaan. Je zit vast wel op Facebook. Hè? En dan heb je daar een groep. En die heet Let's Contact. Let's Contact. Dus op zijn Engels is het. Laten we in contact komen. Maar L-E-T-S en dan contact. Met twee C's natuurlijk. Let's Contact. En die wordt gerund door mij. Daar kan je op posten en dan zie ik het ook. Want ik zit elke dag, kijk ik even op Facebook. De bedoeling is dat ik daar in de komende tijd vaker op ga posten. De bedoeling is dat ik het letsgebeuren ga maken tot een van de dingen die ik graag wil doen. Tot ver in mijn pensioen. Gewoon tot aan mijn dood. En ik ben pas 59, ja, bijna 60, maar ik heb nu wel wat jaartjes. En die wil ik besteden aan maatschappelijk verantwoorde leuke dingen. En ik heb een leven achter mij van geld verdienen, eerste klas vliegen, zijden stropdassen, zeg het maar. Kashmir, Colbertjes. Man, wat zag ik er altijd goed uit. Met mijn gepoetste schoenen van Bommel of van Lier. Want die dat is nog beter. En pakken van Bosch natuurlijk. En een regenjas van Burberry. Ja, kostenpercenten. Maar dan kijken ze je ook wel even aan hoor. Perry heeft wel hele dure kleren aan. Nou, dan is hij vast een hele goede programmeur. Als je zoveel geld uit kan geven voor je kleren. Dat is, het is een trucje. Ja, wij hebben het over ons geldsysteem. Hè? Maar even terug naar de basics. Hè? Kijk, met die LEDs. Wat er gebeurde was dat de FUD ging eruit. Oké, dat kan. Hè, er waren mensen en die konden wat voor een ander doen. En dat was allemaal geen probleem. Dus die konden aan de slag en dan een kast in elkaar zetten. Of een lampje monteren. Of zeg maar. Even helpen in de tuin. Ja. Maar die mensen wilden dan ook wat, dat er dus wat teruggedaan zou worden. En dan ging hun wens uit naar bijvoorbeeld de keuken even onder handen nemen. Even alle kastjes afnemen, alles eruit. De keukenplankjes, die kastjes allemaal schoonmaken. En even de keuken aan kant. Ja, dat is natuurlijk wel een hoop werk. Hè? Dus, is misschien wel, het ligt een beetje aan hoe groot de achterstand is, maar. Daar kan je uren mee bezig zijn. Nou, en dat kwam dan helemaal niet terug. Ja, dan denkt zo'n klusjesman, wat doe ik het voor? Ik iedere keer maar aankomen fietsen met mijn boormachine en dan... En dan heb ik een heel groot saldo en dan... En dan? En dan was het ook heel vervelend, was dat er was een bestuur... En dat bestuur dat we wilden dan onbedingt, daar was ik de voorzitter van, onbedingt elke maand bij elkaar komen. Iets waar ik helemaal geen zin in had, maar ik was de voorzitter, dus ik wil geen spelbreker zijn. Ja, dan kom ik wel. Hè. En dan zit je elke maand te klessenbessen en daarvoor kregen wij een vergoeding van 8 knopen per uur. Ja, maar dat bestuur dat had 4 leden of zo. Ja, dan gaat er dus even 32 knopen per uur. Hartstikke idee, flats. Dat wordt onttrokken uit de kring in feite.
En dan die bestuursleden, die kunnen die knopen wel weer uit gaan geven. Maar denk even terug aan die klusjesman. Die is met de boormachine lekker wezen boren. Een schoonmaker of zo, die was er dan niet te vinden. En zijn saldo, dat slinkt. Want het bestuur heeft weer vergaderd. En dan wordt er dus maandelijks, of zo, hebben ze met de kaasschaaf eroverheen. En dan pof, 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 pof. En die klusjesman, die ziet dus zijn 100 knopen. Over een periode van 2 jaar, 3 jaar, helemaal verdampen tot niks. Ja, dan heeft die klusjesman er echt helemaal geen zin meer in. Dus ik dacht, je moet eigenlijk van dat bestuur af. Snap je? En hoe zou je dat dan moeten doen? Nou, dat kan. Ik heb er ontzettend op lopen knutselen en kneuteren. Nou, ik heb het in een stuk beschreven dat dat kan. Omdat de werkzaamheden die het bestuur deed in die... Nou, ik ben toch iets van 6 tot 8 jaar of zo ben ik voorzitter geweest. 7 jaar of zo, echt niet voor 3 keer of zo. Hè? Jarenlang was ik bij die club. Dus ik weet wat het bestuur ze wel deed. En tegenwoordig met die computers valt de papieren administratie van het bestuur valt weg. Punt. Dat is niet meer nodig. Dat was best een hoop werk. Zo, hè? Nou, er werd vroeger ook een boekje met advertenties gemaakt. Klaas die deed het uiteindelijk. Dat was de laatste die dat deed. Die deed het hartstikke goed hoor, daar niet van. Maar dan moet het boekje moet langsgebracht worden. En er was er iemand, was een postbode. En die bracht al die boekjes langs. Dus daar zit ook wel wat leuks in, natuurlijk. En dan wordt er bij je aangebeld. En dan krijgen ze een boekje. En dan denk je weer even aan letsen. Maar het kost ook allemaal knopen. Hè? Want zo'n postbode die dat allemaal langs kon brengen. Ja, die moet wel vergoed worden. En dan werkt het lokaal. Dus een postbode hoeft niet 10 kilometer te fietsen. Maar dan nog. Hè? Nou, dat papieren gedoe, dat is niet meer aan de orde. Want tegenwoordig heeft echt iedereen, zelfs bejaarde mensen, hebben een iPad of een smartphone of, ja, zeg het maar. Dus die noodzaak voor de papieren gebeuren, dat is pleiten. Nou, dan hebben we in Arnhem hadden we ook nog een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Voor een, ja, er waren een vereniging. Ja, lalalala, dan moet je dus ook ingeschreven zijn. Nou, dat kost ook geld. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat kan je wel laten zitten. Nou, we hadden in Arnhem ook, dat hebben ze nog steeds, een bankrekening. Er werd dus contributie gegeven in knopen voor de gewerkte uren. Maar er werden dus ook kosten gemaakt. Bijvoorbeeld voor de Kamer van Koophandel en nou, noem het maar op. Hè? Maar als je niet ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel, ja, dan maak je die kosten ook niet. Ik denk als je daar eens helemaal mee stopt. Geen Kamer van Koophandel, geen contributie meer in euro's, geen contributie meer in knopen, gewoon kappen met die handel. Wat hou je dan over? Kijk, het is in zo'n LED-systeem belangrijk dat je lokaal werkt. Dat je elkaar kent in enige mate. Er moet een bepaalde cohesie zijn en die moet er al zijn en die moet uitnodigend zijn voor andere mensen om daarin te gaan participeren. Dan is LEDs ook een sociaal coherentie verhogende activiteit. Pff, een lang woord zeg. Ja, maar doordat je iets doet voor een ander, heb je niet alleen bij die ander een probleem opgelost. Je hebt er ook voor gezorgd dat, ja, dat jouw snuit daar op bezoek is geweest. En dat die ander jou een beetje leert kennen. En die heeft misschien nog een buurvrouw. Die zegt, oh, dat heb je er goed gedaan. Zeg, nou mag je bij mij ook komen doen. En zo,
En dan die twee vrouwen, die kunnen niet bij jou schoonmaken, maar die hebben een nicht en die woont aan de andere kant van het plantsoen en die komt wel even bij je schoonmaken en die heeft een leuke zwager en die zwager die kan biljarten en dat vind jij weer leuk en dan ga je met die zwager biljarten. Zo moet je het even voor je zien. Hè? En de biljarten doe je natuurlijk niet voor knopen, maar dat doen we voor de gein. Of je gaat biertje drinken met hem. Het is een gemeenschap. Hè? Nou, en in een gemeenschap is het belangrijk dat er mensen zijn die zich bezighouden puur met de gemeenschap. Dus dat iemand zegt van nou, ik organiseer een middag. En dan mag iedereen mag langskomen en dan gaan we thee drinken. En ik bak wel een cake of zo. En dan gaan we even kletsen. Hè? Dus een beetje de boel bij elkaar brengen. En dan de ene keer doet Piet dat en de andere keer doet Marie dat. En iemand moet een initiatief nemen om de boel bij elkaar te houden. Dat is belangrijk. En ook is het zo dat, dan komen we aan een hekelpunt, als er mensen zijn die alleen maar consumeren van zo'n systeem en niet produceren, dat daar wat mee gebeurt. Dan krijgen we het begrip incasso. Ja? Dus je hebt mensen nodig op het niveau van bestuur. Want die zijn er wel. Maar ik zou zeggen, laat dat maar lekker afhangen van de mensen in de kring. En ga niet werken met een vast bestuur, met een vaste vergoeding. Want wij, het bestuur van Arnhem, dat ging dan elke maand vergaderen. Ja, dan was ik dus als bestuurslid gegarandeerd van, nou, zo'n vergadering kostte al gauw 2 uur. Soms wel 3 uur. Ja, dan heb ik dus 24 knopen in de maand kwam er even binnen bij mij. 24 knopen die ik vervolgens niet kon uitgeven. Want ik was dus zo iemand die wel behoefte had aan iets, aan iemand die wat kwam doen bij mij dan. Maar dat was inderdaad even de keuken aan kant. Even de, ja, met name de keuken. En dan de eerste keer is het dan misschien wat meer werk. En dan de tweede keer is het wat minder. Maar dan heb ik 3 uur vergaderd en dat kost me ook nog een half uur lopen daar naartoe en een half uur lopen terug. En dan komt er iemand 3 uur bij me schoonmaken. Ja, dan ben ik klaar. Maar dat laatste gebeurde dus niet. Want die schoonmakers waren er niet. Dus ja. En ook als bestuurslid betaal je dus de jaarlijkse, kwartaallijkse, maandelijkse knopenbelasting. Dus ja, mijn knopensaldo, plop, 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 dat zakt ook in elkaar. En ik was degene die gezegd heeft in het bestuur, toen de knopen uitgaven of de knopen inkomsten voor het bestuur hoger waren dan de verzamelde knopen inkomsten van alle leden bij elkaar. Dus ik zei, ja, hier kunnen we niet mee doorgaan. Dus, en toen heb ik als eerste voorgesteld om nog maar 4 knopen per uur te doen als bestuurslid. En uiteindelijk is het gegaan naar een kleine vergoeding per vergadering in knopen dan, hè? En niet meer dat als het bestuur niet in staat is om de agendapunten snel af te werken, dat ze dan extra vergoed krijgen voor de extra uren. Nee, natuurlijk niet. Nee, gewoon een vaste vergoeding voor een vergadering. Nou, dat vond ik wel goed. Maar dan nog, zo'n bestuur heb je niet nodig. Nou, er moeten mensen zijn die zich opwerpen in rampengevallen. Nou, nu komt hij. Hoe werkt een leds? Nou, wat je niet hebt bij leds is dat er een verzameling valuta is waarmee gehandeld wordt. Er is alleen maar dat jij iets doet voor een ander. En die andere die zegt dan niet alleen dankjewel, maar die geeft dan te kennen dat jij iets voor die ander hebt gedaan ter waarde van zoveel knopen. Ja. En dus is die ander dan daarmee in de min. Ja. En jij gaat in de plus. Snap je? Dus als je een letskring hebt met 2 leden, dan wanneer ze die 2 beginnen, dan staat alles op 0. Ja. En dan begin je dus
de een doet wat voor die ander. Nou, dan heeft die ene, die heeft dan 10 knopen erbij. En die andere, die staat 10 knopen in de min. Huh? Nou, zie je het nog voor je? En als je dan de saldi van die twee leden bij elkaar optelt, dan kom je uit op 0, per definitie. Kijk, dat is een leuk, dat is iets om vast te houden. De saldi, dat is het meervoud, hè? 1 saldo, 2 saldi. De saldi van alle leden, of het nou 2 of 3 of 3 of 300 zijn, hè? Die bij elkaar opgeteld, die zijn 0. We doen dus geen bestuur, dat doen we niet. Punt. Hè? Het bestuur, dat moet een taak zijn wat circuleert. Maar er zijn bepaalde dingen die zijn, noem het maar, voor de categorie algemene zaken. Nou, de bedoeling is dat iedereen daar een steentje aan bijdraagt. Hè? Dat je dus niet dat bestuur gaat formaliseren. Nou, dat wordt interessant dit, hè? Want ik heb het namelijk over ons geldsysteem. Snap je? En je snapt dan als je kijkt naar ons geldsysteem, dat het heel anders in elkaar zit. Want daar wordt geld gecreëerd. Uit het niets, natuurlijk. Maar het is er wel. Het is wezenlijk geld. Dat zijn hele echte briefjes van hele echte euro's. En die zijn dan wel, hè, een briefje van 100 euro, nou moet je goed naar me luisteren, maar een briefje van 100 euro, 50 euro, dat is 50 euro, een briefje van 50 euro is 50 euro waard. Maar dat is helemaal niet zo. Want dat briefje, dat maakt de, ik weet niet wie dat drukt, maar die drukkosten voor dat briefje, die zijn 25 cent hooguit. Misschien wel minder, joh. Dus zo'n briefje is eigenlijk niks waard. Snap je hem nog? Maar het is wel 50 euro waard. En die briefjes worden gecreëerd. En die worden rondgestrooid. En dan worden tegen de mensen gezegd, ga maar handelen. Hè? Maar zo werkt Let's dus niet. Hè? Piet doet wat voor Marietje. En dan heeft Marietje een schuld. Hè? Nou, dan heb je het probleem dat er Let's leden zijn. En die denken, oh, dat is handig zag. Dus ik vraag even aan Piet dat hij bij mij een IKEA-kast in elkaar komt zetten. En dan ga ik dus zoveel in de min. Maar ja, dat maakt dan verder helemaal niet uit. Ja? Snap je? Dan gaat zij dus, Piet gaat dan 40 in de plus. En zij gaat 40 in de min. En dan denkt ze vervolgens, oké, die IKEA-kast zit in elkaar. Ja, dat is eigenlijk ook wel handig als die lamp in de gang, die moet eigenlijk op een andere plek. Oh, dan welke kerel? Karel of Kees of zo, hè? Nou, dan gaat Kees, die gaat 60 in de plus. En dan gaat Marie, die gaat van min 40 naar min 100. En dat bevalt Marie hartstikke goed. En dan gaat ze nog een tijdje mee door. En dan staat Marie na verloop van tijd, want er is geen bestuur, hè, toch? Helemaal niks, hè? Na verloop van tijd gaat Marie naar min 700. En waarom zou Marie er dan mee ophouden? Waarom gaat ze niet gewoon door? Het bevalt haar toch prima? Ze belt de Let's en dan komt de klusjesman langs. Of wat anders. Je hebt van alles binnen de Let's. Ook mensen die verkopen textiel. Ik heb bij de Let's in, wat was dat? Ergens in de Betuwe of zo. Er was iemand en die maakte wijn, pruimenwijn of zo. Of liqueur, weet ik veel. Van alles. En omdat er dus niet een gelimiteerde hoeveelheid geld is. En die computer in dit geval, want je werkt alleen maar met de computer. Dus wanneer iemand dan een bepaalde dienst geleverd heeft, dan gaat degene die die dienst in ontvangst genomen hebt. Dat kan in het bijzijn van diegene die geleverd heeft, even inloggen in het systeem en zeggen pliep, pliep, bloep, bloep, pliep, bloep, enter, klaar. En dan staat hij op plus 60. Dat is alles. Nou, zo zouden mensen dus enorm in de min kunnen schieten.
En dan gebeurt het dat mensen die enorm in de min staan, dat ze dan verloop van tijd zeggen van nou, ik vind dat LED-systeem, ja, eerst dacht ik, dat is hartstikke leuk. Ik denk, nou, daar wil ik echt bij blijven. Maar ja, ik weet in die laatste tijd, ja, ik vind het eigenlijk niet meer leuk. En ik hou ermee op. Dit gebeurt, hè? Dit gebeurt op grote schaal. Dat is niet oké. Dat is parasitair gedrag. En in dit geval niet van de banken. Nee, van de participanten van een LEDS-systeem. En ik heb de automatisering gedaan van verschillende LEDS-kringen door Nederland heen. En als, ja, ik was nou helemaal de hoofdbobo. Dus, dat systeem heb ik nog steeds, maar het wordt bijna niet meer gebruikt. De LEDS van Haarlem ligt op zijn gat en... de andere letsen, want Bill Gates. Hé, hey, waar ken ik die naam van? En die is erin gedoken. Hè? Die heeft een systeem gefinancierd en dat heet Cyclos. Heb je, als je het hebt over Cyclos, dat is een mythisch, uit de Griekse mythologie komt dat. Dat is een of ander vies apparaat, smerig apparaat met één oog. Als je nu moet denken aan de vrijmetselarij en de nieuwe wereldorde en dat soort dingen en al die symboliek, nou dan moet je zijn bij Cyclos. Bill Gates die heeft dus die Cyclos dingen, daar stopt hij geld in. Of nou, zijn stichting, de Bill en Melinda Gates Foundation, die stopt er geld in. En die club die werkt mondiaal. Grote speler. En hebben dingen voor appjes, voor smartphone, connectie en alles. Dat heb ik allemaal niet. Bij mij moet je een computer hebben. En het werkt wel met een tablet of een smartphone, maar het is er niet voor geoptimaliseerd. Het is niet zo even een appje of zo. Kan het niet even heel handig, want bij Bill Gates zit het dan zo klik-klok-klok. Ja, Bill Gates die stopt er poen in, snap je? En dan zou ik het ook wel kunnen als je mij de beschikking geeft over dat geld waar Bill Gates de beschikking over heeft. Of de company van Cyclos. Ja, maar een appje laten maken. We komen aan met 50.000 euro hoor. Dit is geen geintje. Want ik ben al een keer de markt op gegaan dat ik een app nodig had. Jongen, degene die dat kunnen, die hangen allemaal achterover in dikke leren stoelen. Die kijken allemaal van ja, dat is goed, wat schuift dat? Die komen niet voor een paar duizend euro van hun mooie leren stoel af om voor jou aan de slag te gaan. Hè? Dus dat is de situatie in Nederland, dat er niet veel meer van over is. Maar terug dan, naar die tijd dat het nog aardig draaide. Dan had ik dus inzicht in al die verschillende administraties. En ik nam deel aan de landelijke vergaderingen. En dan hoor je het dus. Hè? Dat mensen de boel besodemieten gaan. En die staan enorm in het rood. En dan is het pleitenstein. Die zien we nooit meer terug. Ja, dan heb je wel al het werk gedaan voor die persoon. En daar komt een edele taak van het besturen in naar voren. Dat is de incasso. En dat kan je oplossen door... voorlopig dan, hè? Want de ultieme oplossing die werkt anders, maar voorlopig wordt de oplossing, is mijn voorstel, om daar de euro voor te gebruiken. En dan te zeggen dat iemand die binnen de les actief is en een schuld opbouwt, dat die schuld een tegenwaarde heeft in euro's en die tegenwaarde die wordt invorderbaar als de schuld niet wordt ingelost. Dus als de knopenschuld niet wordt ingelost, ontstaat er een euro-schuld uiteindelijk. En daar komt dus het begrip incasso naar boven. En dat moet iemand voor zijn rekening nemen. En die kan daarvoor betaald krijgen in euro's. Dan moet ik er eventjes uitknoppelen hoe dat precies, hoe dat een eerlijk systeem zou kunnen zijn. Ja, je hebt een lid en die heeft de boel geteeld en belangrijk is dat je de boel terugpakt.
Als iemand moet denken, ja, ik denk dat je toch iets moet hebben met een... Je moet een geldig contract hebben. Dus je moet van iemand weten dat hij akkoord gaat met het feit dat hij dus niet zomaar met een heel groot minsaldo met de Noorderzon kan vertrekken. No way. Je mag er wel mee kappen, maar dan ga je die schuld inlossen met euro's. Jojo. Zo zou je dat moeten doen, want helaas, ja, de mensheid is dus bewezen niet te vertrouwen. En dan heb ik het niet over de banken, dan heb ik het over de medewerkers van een lets. Die vernachelen de boel. Niet allemaal, hè. Ik heb dat nooit gedaan bijvoorbeeld, maar... Maar andere mensen wel. En ik heb letskingen gezien waarbij het... Dat is zielig hoor, dat is echt heel naar. Niet leuk. Nou, en hoe zou het nou moeten werken? Nou, ik zou dan zeggen, je moet het niet zonder meer toestaan dat een lid rood kan staan. En nou gaan we even, moet je met me mee gaan denken. We denken even aan een hele nieuwe, frisse letskring. Met maar 2 leden. Want een letskring met 1 lid, dat kan natuurlijk niet. Hè? Als je wat voor jezelf wil doen, ja, dan hoef je niet te zeggen tegen jezelf van, ik heb wat voor mezelf gedaan. Oh, zeg jezelf tegen jezelf, oh, het lukt dat je wat voor mij gedaan hebt. Nou, dan zelf. Dan ben je... Nee, je hebt minimaal 2 nodig. Natuurlijk. Dan heb je 2 leden in een letskring. Nou, je begint net, alles staat op 0. Er is nog helemaal niks gebeurd en het saldo is per definitie 0. Altijd. Op ieder moment. Dat spreken we af. Hè? Wordt heel helder dit. Nou, dan staat Piet op 0 en Marie staat op 0. En dan wil Marie dat Piet even langskomt om te helpen in de tuin. Want bij het schuurtje, ja, die dakgoot, die hangt los of weet ik wel wat, hè. En Piet heeft een boormachine en een handig tallet, een trapje of zo. Dan zegt Piet, nou, dat kan ik wel even voor je doen. Nou, Marie kan dat niet betalen. Niet zonder meer dan, hè? Want haar saldo staat op 0. En als je zou zeggen, nou, we staan het zonder meer toe dat Marie in de min kan gaan. Ja, dan loop je het risico dat Marie dat volgende week weer gaat doen. En dan daar gaat doen en weer gaat doen en weer gaat doen. En net zolang dat ze alle mannetjes gehad heeft. En ja. Ja? En dan is het afgelopen. Dus dat kan niet. En wat je nou, wat de oplossing is, is dat degene, in dit geval Piet, die de dienst gaat verrichten, die verstrekt Marie een lening. Zij krijgt als transactie, wordt er gezegd, Piet leent aan Marie 40, 20, 30, iets. Die lening, daar staat een datum op waarop die verstrekt is. En die lening heeft een einddatum. Die spreek je af samen met Marie. Nou, die zegt tegen Marie, dat is goed, ik ga voor jou die dakgoot wel dingen. Maar dan moet jij, je moet wel wat terug doen. En niet als het universum bezig is om uit elkaar te vallen en het wordt één groot zwart gat, want dan is het te laat. Je moet het wel doen, voor je heen gaan als mens, lijkt mij. Eigenlijk moet je zeggen, nou, je moet wat terug doen en dan moet je doen tussen nu en 3 maanden of zo. Dan hoef je niet gelijk de volgende dag weer zo'n lening af te lossen, maar ja. En zo'n lening houdt dan niet meer in dat Piet die krijgt na het verrichten van zijn dienst, krijgt hij die 40. Dus zijn saldo gaat naar plus 40. Het saldo van Marie gaat naar min 40. Maar er staat die lening van Piet tegenover. Noem het maar een garantiestelling namens Piet. Zodat zij weer op 0 staat.
En wil ze dan wat laten doen door Henk? Want Henk is heel handig met de Elektra. Of Henk is heel handig met het instellen van de e-mail. Ja. En dan staat ze weer op nul. En dan zegt Henk van nou... ik wil het wel bij je komen doen, maar dat kost je dan 30. Ja, dan moet ze aan Henk ook weer een lening vragen. Of ze vraagt nog een lening aan Piet. Kan natuurlijk ook. Als Henk zegt, nou, ik ken je helemaal niet en ik weet niet of ik aan jou wil lenen, hoor. Ja, ik ken je helemaal niet en ja, ik ga je niet lenen. Hè? Dat zou Piet kunnen zeggen. Nou, dan moet ze terug naar Henk. Of Jan. Ja. Iemand anders. Wie wil mij een lening verstrekken? En dat is dus een lening op het verkrijgen van krediet. En dan mag je rood staan met zo'n lening. Dus de hoeveelheid leningen die je hebt, dat is je maximale roodstand. En die leningen worden verstrekt op individuele basis. En bij het verstrekken van die lening moet dus ook Marie mee accorderen. Op een of andere manier, hè? Moet dat rechtsgeldig zijn. Want daar begint het. Ja, dus de Marie die laat een dienst voor haar verrichten en dat gaat allemaal netjes buiten de euro's om, is allemaal geen enkel probleem. Maar Marie die komt wel een keer van de luie billen af en die gaat dan iets doen waar een ander op zit te wachten. En dat is niet altijd dat een man zegt van nou, ik zit te wachten op een gezelschapsdame die een keer met mij meegaat naar het park en dan gaan we eendjes voeren. Ik zeg, oh, dat wil ik wel doen als vrouw. Ja, nee, dat is werken. Ja. En wat kan je doen als vrouw? Kleding vermaken bijvoorbeeld? Even over nadenken. Nou, kijken wat die mannen graag willen. Wat wil een man nou dat er gaat gebeuren? En die vrouwen moeten weten dat als ze dan zo'n lening krijgen. Mannen natuurlijk ook hoor. Mannen zijn er ook een ster in. Ik ken ook kerels die hebben de boel getild. Maar dan. Ja, verschrikkelijk in de min. En dan wel, ik vind er ook geen zak meer aan, doei. Ja, ha. Dus je hebt wel iets van een toezichthouder nodig die dan erop toeziet dat er van de medewerkers, de medespelers, dat de correcte adresgegevens bekend zijn en dat soort dingen. Hè? Maar dat kan per tourbeurt. Er moet een soort toezichthouder zijn, hè, die leningen in de gaten houdt. En als die leningen verstreken zijn, dus dat ze afgelost hadden moeten zijn, en die leden hebben dat niet gedaan, ja, dan is degene die leningen heeft verstrekt, dat is de eerste persoon, de eerste aangewezen persoon, om achter het inlossen van die lening erachteraan te gaan. Ja. En dan heb je verder geen bestuur nodig. Dan heb je alleen maar bestuursactiviteiten nodig als er mensen zijn die allemaal mooie beloftes. Ja, nee, maar dan doe ik het terug. Ja, maar dan doe ik het terug. En dat gebeurt vervolgens niet. Dat gebeurt niet binnen de afgesproken termijn. Hè? Als iemand zegt, ja, dan doe ik tussen nu en een half jaar. Dan doe ik allemaal dingen terug, hoor. En dat gebeurt dan niet? Oh, ja. Nou, misschien dan een vervolglening of zo? Maar op een dag is het toch afgelopen. En dan moet er gezegd hebben, nou is het afgelopen. En dan gaat de zaak daadwerkelijk naar een incassobureau. En dan moet je als organisatie voldoende documenten hebben voor het incassobureau om die euro's te gaan innen. En dat kan hoor. En ja, als je een lets hebt die gezond is, dan zijn dit soort akkefietjes met dat er echt euro's geheven moeten worden, hè, als dwangmiddel, zullen we zeggen. Maar die zijn sporadisch. Hè. En dan gaat het misschien in een kring van 30, 40 mensen of zo om een incidenteel geval eens in de 5 jaar. En dan praten we over 50 euro. Ja, daar zal de Belastingdienst niet over mekkeren. Interessant, vind je niet? Iets om over na te denken. En ik ben bezig met die software daarvoor. Ik heb dus de software geschreven voor let's systemen.
Met een bestuursfunctie erin en dat er een contributie gegeven moet worden en een eurocontributie. En dan gaan we allemaal toestanden. Dat kan allemaal weg. Nou, ik ga die software niet weggooien, maar dat gaan we... Er komt een Let's versie 2.0 of zo. Het wordt heel anders. Het wordt veel simpeler. Het wordt veel meer terug naar de basis. Want het is belangrijk dat mensen iets voor elkaar doen. Punt. En nou even terug naar, naar het wezenlijke geldsysteem. Er wordt wel gezegd dat ons monetaire systeem een systeem is gebaseerd op schuld. Debt, of debt, maar D-E-B-T, debt-based economy. Dat is het centrale, dat is wat je veel hoort. Hè? Ja, het is alleen maar schuld. Ze handelen in schuld. Nou, dat is dus niet het probleem. Want wat ik je net schetste, was dat zo'n LED-systeem, dat werkt ook met schuld. Dat kan niet anders. Want het totaal van alle saldi, dat staat op nul. Dus als er mensen zijn met positieve saldo's, dan moeten daar dezelfde hoeveelheid negatieve saldi tegenover staan. Want totaal is nul. Nou, die negatieve saldi, die zijn gedekt met leningen. Nou, die leningen, dat zijn schuldverklaringen. Snap je? Nou, nu moet er in jou een halleluja gevoel komen. Van jeetje perrie. Mij vallen de schellen van de ogen nu. Want ik kan je vertellen dat LEDs, dat werkt nu lokaal. Local economy of local exchange. Een transaction system. Huh? Ja, het zijn mensen die op lokaal niveau dingen voor elkaar doen. Maar dat hoeft daar niet toe beperkt te blijven. Er is geen enkele reden voor. De Letskring in Utrecht, die kan gaan handelen, zou ik zeggen, met de Letskring in Houten. En ik heb het ook gehad over de Letskring in Amsterdam. Die zou kunnen gaan handelen met de Letskring in Texel. Het is dan, dat ligt vrij ver van elkaar. Hè? Maar op Texel zijn er een aantal boeren en die hebben in bepaalde periodes van het jaar kunnen ze wel wat extra handjes gebruiken. En mensen in Amsterdam die daar wonen op de Dapperstraat, nummer 13, drie hoog, daarachter, die hebben helemaal geen bezwaar om, als het nodig is, met z'n allen in een of andere Renault Clio naar Texel te gaan en daar dan bij een boer iets te doen. Hè? Tentje meenemen en dat zo'n boer zegt, van, nou, dan kan je kamperen op het terrein. Je hebt als het ware een vakantie, maar dus overdag is het wel werken. Hè? Nou, en dan krijg je natuurlijk een schuld. Hè? Die Texelse huppeltje pup, die boer, die krijgt dan een lening van Amsterdam voor die uren die er gewerkt zijn. Hè? Dus dan gaat het saldo van die Texelse boer, dat gaat in de min. En dan gaat de kring Texel, zeg maar, die gaat dan als het ware in de min op een lening die verstrekt is door Amsterdam. En dan als de oogstperiode er is, dan gaat er nog een keer iemand vanuit Amsterdam met een Clio of zo naar Texel. En die neemt allemaal groenten mee. Snap je? En die groenten, die worden dan weer betaald door Amsterdam. En de vloeiraders weer in Amsterdam hebben ze. Geen knopen, dat weet ik wel. Geen pegels. Noppes hebben ze daar.
En dan vloei jij weer noppes terug naar Texel. En dan aan het einde van het jaar, als de oogst is geweest. Hè, dus in het begin van het jaar, als er dan al gewerkt moet worden. Ja, dan gaat Texel enorm in de min. Maar dan komen na zoveel maanden komen er tomaten en komkommers en courgettes. En zeg het maar, wat zo'n boer maar heeft. Voor mij pad Texels lamsvlees. Dat komt weer terug. En hou je goed in de gaten dat het werkt nu niet optimaal, die letsen. Hè? Die besturen zijn er heel erg mee bezig en er is veel te weinig zelfwerkzaamheid van de leden. En die leden denken van, oh nee, dan moet het bestuur maar verzorgen. Ja, dat moet je niet hebben. Die mensen moeten zelf aan de slag. Zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid, dat moet. Het moet ook kunnen, maar het moet ook. Het moet zonder meer. Het systeem moet dat mogelijk maken. En die software, ja, laat dat maar aan mij over. Dat regel ik wel. Zoals het er nu uitziet, zal ik in de week moet ik om een mijn onderhoud te voorzien voor de euro-economie. Ja, dan moet ik 20 à 30 uur in de week moet ik werken. Ja, maar dan hou ik nog een hele hoop tijd over. En die ga ik allemaal besteden in programmeren. Onder andere voor de leds. En het systeem hosten, dat moet ook nog gebeuren. Dus dat moet ergens draaien op een computer. Dat heb ik ook verzonnen. Dat doen we lekker hier bij mij thuis. Die data lekker veilig, want ik woon in een portiekflat. En ik vertel niet waar de backup staat. Het staat op een geheime locatie. Ik vertel ook niet wat de hoofdcomputer is. En hier kan je dus niet inbreken. En inbreken door het modem heen, dat kan je helemaal vergeten. Ik heb geen firewall nodig namelijk, want ik heb alleen maar een port forwarding. En hoe die in elkaar zit, dat verklap ik niet. Nee. Je zou maar op ideeën kunnen komen. Hè? Dus ik draai hier een webserver. NEC is op port 80. Ja, die gaat naar HTTP toe. Dus dat is ook nog encrypted. Dus ik draai die rommel. Nou, rommel. Ik draai die database vanaf hier. Dat gaan we doen. En dan kost het mij echt helemaal niks. Ja, zou ik het leuk vinden als ik als er iemand een keer zegt van, oh, Perry, het is wel heel erg aardig van jou dat jij dat allemaal zo doet voor ons allemaal. En kom een keer langs bij ons in de Achterhoek en dan gaan we barbecuen en dan mag je mee eten of zo. Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Ik hoef er geen geld voor. Want mijn geldelijke inkomsten dingen, dat wordt gedekt door die 20 à 30 uur die ik in de week ga werken. 100 uur in de maand werken, dan ben ik klaar hoor. Ik hoef niet meer dan dat. Ons ben zunig aan deze kant van de lijn, namelijk. Maar een debt-based economy, er is niks anders. En dat moet heel eerlijk zijn. En bij een lets is dat zo. En die leningen die worden verstrekt door de leden onderling. Huh? Dus Piet heeft geloof in Marie. Want gaat hij iets doen met de kraan. De kraan die lekte. Ja, maar je hebt het verstand van. Dan kan jij niet even langskomen voor een nieuw leertje. En dan komt Piet even langs. En hij krijgt dan 20 knopen. Marie staat op 0. En dan zegt hij, ja meid, ik vertrouw jou. Ik heb geloof in jou. En het Latijnse woord voor geloof is credere. En dat kennen we ook uit het Engels. Dat is credibility. En dan zegt dus Piet tegen Marie, want hier heb jij een schuldverklaring. Die moet jij even bevestigen dat je schuld hebt aan het systeem. En in het bijzonder aan mij als persoon. Maar je hebt die schuld zonder meer. En die schuld is serieus. Dus je moet eventjes gaan bevestigen dat jij echt van plan bent om dat terug te gaan doen. En ik vertrouw jou. Ja? Ik ga ervan uit dat jij dat doet. En dan doe je dat binnen 3 maanden of 6 maanden of zo.
Ja, dan heb je denk ik voldoende pijlen op je boog om Marie of Kees aan te pakken. Die substantieel langdurig in de min gaat staan. Want dat moeten we niet hebben. Daar gaat het systeem kapot van. Hè? En goeie voor jou om over na te denken, denk ik. Hè? En als we dit voor elkaar krijgen om dit in eerste instantie binnen buurten. Het is ideaal om dit lokaal te doen. Hè? Dan leer je je buurman ook een beetje even kennen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan zoiets als van die flatgebouwen. Met 10 verdiepingen en ik weet niet hoeveel gezinnen. Er zijn genoeg alleenstaande moeders zonder boormachine. En er zijn genoeg alleenstaande mannen zonder een schone keuken. Met hele rare gordijnen. Dat je denkt, jeetje, wat een maffe gordijnen. Kan er niemand anders? Dat zo'n man zegt, ja, dat kan wel, maar het maakt mij niet uit. Maar dat is een vrouw die zegt, zal ik voor jou nou eens even goede gordijnen verzorgen? En dan moet je bij mij even langskomen voor dat en dat en dat. Hè? En dan betaalt zo'n man, die betaalt bijvoorbeeld de stof voor de gordijnen. En die vrouw, die naait de hele boel in elkaar. Zo kan het ook, snap je? En dan ook over ons geldsysteem. Kijk, wat ze doen met ons geldsysteem. Ik ben aan het afronden hoor, dus nog heel eventjes. Maar ons geldsysteem, daar wordt politiek mee bedreven. En die politiek gaat erom dat ze het beste zorgen voor de mensen die werken in de politiek. En wat erbij hoort, met de NGO's en zo. En de mensen zoals jij en ik. Noem het maar de mensen onder in de samenleving. Ik ben dus weliswaar landbouwkundig ingenieur en lalalala. Maar ik woon in een flatje, jongen, €377 in de maand hoor. Ik heb niet eens een lift. Dat heb ik ook niet nodig, maar. En wij worden maar armer en armer en armer. Met als gevolg dat we. Ja, dat onze huizen gaan verslonsen. En we hebben allemaal geen geld meer om in de euro-economie klusjesmannen te regelen en nieuwe gordijnen te laten hangen. En dat zit er allemaal niet meer in. En de familieverbanden van vroeger, dan bel ik even tante Gerda of oma Henk komt even langs. Ja, die familieverbanden zijn er ook niet meer. Met al die alleenstaande moeders en ruzie tussen de familieleden onderling en blablabla. Ja. En dan heeft de Lets heeft daarin een voedingsbodem. Rozen groeien het beste in paardenstront. Een paardenstront is helemaal niet plezierig om te ruiken of om in huis te hebben. Huh? Een paardenstront in je samenleving, in de zin van een verarmde onderlaag die sociaal gesproken uit elkaar ligt. Ja, dat noem ik dan even de paardenstront. Maar daar kan ook een heel systeem van letsen uitgroeien. En als je dat netjes regelt met je automatisering en laat dat maar aan mij over. Jongen. We worden daar in euro's niet rijker van, maar de arbeidskrachten die we hebben, die kunnen ingezet worden. En dan doen wij eventjes voor aan onze overheid hoe wij graag een economie zouden willen zien die op schulden is gebaseerd. En misschien komt het dan nog wel, maar dat is dan niet, denk niet voor mijn heen gaan of zo als mens op deze aarde. Maar op termijn, dan krijg je de grote omswitch. Want ik was op een landelijke vergadering, jaren terug, van de Lets. En toen was er iemand van de politiek, van de gemeentepolitiek, die was er ook bij. Van de SP, van de Socialistische Partij. En die zat een beetje te brommen, ik vond het een beetje zagrijnige vent eigenlijk.
Maar die zeiden ze tegen mij, nou ja, dat is allemaal wel leuk hoor, die lets. Maar als het boven de 1% komt, dan wordt het aangepakt door de Belastingdienst. Dat weet ik, want ik heb die stukken gelezen. Toen dacht ik, was zeker naar te zeuren, man. De lets is momenteel verre van 1%. Het is nog niet eens 0,001%. Wij kunnen, als de lets in Nederland, zeg maar, 1000 keer zou groeien ten opzichte van de huidige situatie, is er nog niks aan de hand. Dan zitten we nog ver onder die limiet voordat de Belastingdienst gaat ingrijpen. Snap je? En die sociale cohesie die je ermee creëert, dat is zonder meer winst. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik jullie geprikkeld heb met dit verhaal over ons geldsysteem. En de lets. En hoe wij daar zelf iets mee kunnen gaan doen. En op Facebook, nou, ik heet dus Perry Winkel. En op Facebook kan je mij wel vinden. En je kan lid worden van die groep. En volgens mij hoef ik niet eens goed te keuren dat je lid wil worden. Mag je zonder meer lid worden. En die groep heet Let's Contact. En op de website www.letscontact.nl, die bestaat ook. Dat domein, dat betaal ik. Dat kost mij iets van 13 euro per jaar. Die betaal ik. Dat is mijn bijdrage aan het grote geheel. Zie dat maar even zo. En denk er mee over na. Creëer een letskring bij jou in de buurt. En dat doe je dus aan de ene kant door met mij in gesprek te gaan. En dan moet die administratie gelanceerd worden. Maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat je mensen bij elkaar brengt die dit voor elkaar gaan doen. Ja? Nou, op zijn hamburg zeg ik met een heel goed gevoel en een heel blij hart. Tjus! En dag lieve letsers.